Goede avond, moet ik zeggen. Want kan je bijvoorbeeld al vertellen, dit wordt een hele saaie vlog deze week. Het is Jochen. Je zit echt... Nee, dat is lekker. Er zit een beetje siroop doorheen. Ja, lachenbekje. Dit is lekker yoghurt. Papa heeft een klein beetje siroop doorheen, want ik weet dat je yoghurt niet zo lekker vindt. Toch wel goed? Oh, poep. Ah, dan zit het in je mouw. Mam, het is lekker. Ja, dit gaat een saaie vlog worden, want ik heb, ik zit onder de yoghurt nu. Ik heb de komende dagen heb ik een vroege dienst op mijn werk. En dat betekent dat ik 's ochtends heel vroeg de deur uit moet en dan dus niet de... Wat doe je? Oh, wat zeg je? En dan dus 's ochtends gewoon geen tijd heb om de camera te pakken. En... en dus ik het pas iets kan filmen zodra ik thuis ben. En dus eigenlijk alleen maar kan vertellen hoe mijn dag was. En hoe haar dag was, zeg maar. Bij oma of de opvang. En meer niet. Dus ja, sorry voor deze saaie vlog deze keer. Niks aan te doen. Ik heb een relaxe dag gehad op mijn werk. Vanmiddag, ik ben vandaag dus voor het eerst dat ik echt dacht van ja, ik ga echt, qua eten normaal doen zeg maar. En niet te veel eten, mijn lijf moet daar wel een beetje aan wennen. Want ik had op een gegeven moment een beetje honger. Terwijl ik op zich zeker wel genoeg meeneem voor wat ik nodig heb, zeg maar, op een werkdag dat ik eigenlijk achter kantoor zit alleen maar. Maar mijn lichaam moet... Wat is er? Echt waar? Ja? Kijk eens, wil je nog een hand? Moet je wel op je vingers gaan halen. En ja, poep, poep. Ben je aan het poepen? Ja, je bent aan het poepen. Nou, zal ik dan maar even verder praten? Ik heb op zich niet zo heel veel nodig natuurlijk. Ik heb vanmorgen mijn ontbijt op met yoghurt. Dat is yoghurt, havermout, lijnzaad, blauwe bessen en frambozen. Toen heb ik om, laten we het zeggen, wees half elf. 10 uur, half elf denk ik. Sorry, let niet op haar poephoofd. Heb ik wat druiven op. Met lunch, 2 boterhammen. En tijdens lunch ben ik een rondje gaan wandelen. Ja, lieve, ik hoor je. Ben je alweer klaar voor een volgende hap? Of nog niet? Ben je nog niet klaar met poepen? Kijk eens. Oh ja. Bijna. Je moet wel je mond open doen, jonge dame. Anders kan je niet happen. Ja. Met de lunch een rondje gaan lopen. En met 2 boterhammen gegeten. Toen had ik in de middag nog een banaan. En van die crackers. Ik weet niet hoe het heet. Van die crackers met 5 van die simpele crackers op zich. En dat was het. En dan heel veel... Ik heb er geen zin. En heel veel water gedronken. Ik wilde ook echt op letten dat ik meer ga drinken. Dus daar was ik best wel mee bezig vandaag op het werk. Naast dus gewoon de werkzaamheden en mijn boek lezen en puzzel maken. Wat ik normaal af en toe nog. Vanmiddag was ik op een gegeven moment alleen. Want mijn collega, een kennis van haar, was opeens overleden. Dus ik zei tegen haar en ze was er echt wel van overstuur. Ik zeg, ga alsjeblieft. Laat me weten. We waren alleen, de leidinggevende waren niet. Zeg, dat komt wel goed. Dat vertellen we later wel. Ga gewoon. Dus zij is gegaan om 3 uur, 3:15 geloof ik. Dus dan was ik de laatste 2 uur alleen. Maar dat is niet erg. Toen gaan we naar huis gaan om deze mopdop. Ja. Die was vandaag bij oma, hè? In plaats van de gasthouder. Ja, want er ging een keertje ruilen. De gasthouder had gevraagd of we konden ruilen vandaag. Dus dat ze morgen naar de gasthouder gaat in plaats van vandaag. Vond je dit leuk? Heb je wat leuks gedaan bij oma? Papa die vertelde dat oma vertelde dat je het zo leuk vond om in een winkelwagentje te zitten. Ja, vond je dat leuk? Ging je mee winkelen? Ja!
En oma die was ook heel eventjes weg terwijl Alire sliep. En opa en oom waren thuis hoor. Maar Riese's broer die hoorde haar huilen om 2:30. En heeft haar toen dus uit bed gehaald. Terwijl ze eigenlijk slaapt tot 3:00. En om dat te compenseren dat ze daar dus 1/2 uur te weinig had geslapen. Was ze nog heel even op bed gelegd van 4:30 tot 4:50. Eigenlijk totaal niet de bedoeling. Maar de gedachte was lief. En dat is hetgeen wat... Ze is een beetje gek. En dat is hetgeen wat telt. Wat doe je? Ga jezelf neergooien weer. De gedachte is goed. Dus, maar goed, dan kunnen we nu rustig aan met haar naar bed brengen. Want zoals ze is laat wakker. Ja. Nou, Richard is ondertussen ook aan het eten koken, denk ik. Ja, we eten lekkere soep. Dus die is even soep aan het maken. Mevrouw poept nog even verder weer. Dus ik ga zo gauw die broek verschonen. Nog een beetje yoghurt even geven aan me dan. En dan op naar bed. Ja, red cadet, op naar bed. Wat poept is het toch ook, hè? Echt. Lekker poephoofd. Oh, ga je lachen. Ze zitten heel veel op haar vingers te kauwen. Dus ik denk dat nu toch echt ergens meer gaande is in dat gebit van jou. Ja. Ja, denk het ook, hè? Ja. Wij gaan even weer lekker verder. En ja, tot morgen. Goedemorgen deze morgen. Toch nog heel even tijd om te openen met deze knappert hier. Alira, hallo. Ja, word je zo aangekleed door papa? Zit hij een beetje strak? Ja, deze is wel lekker strak. Oh, gelukt. Echt waar. Gaat het goed? Heb je lekker geslapen? Hey, jonge dame. Met je milkshake shirt aan. Jurkje, zei jij. Oh ja, jurkje. Sorry. Jurkje. Hey, je bent dan helemaal tumble and dry vandaag. Want je broek is ook een tumble. Ja. Oké, maar jurkje niet. 1, 2. Hallo. Goedemorgen. Hi. Zeg maar. Ja, hi. Goed zo. Ze was weer erg vroeg wakker. Ja. We hebben weer, of tenminste ik. Jij ook, Ries, of niet? Wat? 5:30? Nee, 5:00. Nee. Weet jij 5:00 wakker van haar? Of weet jij zelf 5:00 wakker? Ik werd om 5:00 wakker en zij was geluid aan het maken. Oh, nou, ze zit echt wel weer in die sprong, want ze is opeens weer vroeg wakker. Maar goed, als dat dus het enige is waar we last van hebben, dan kijk ik een moeilijke punk haar zien. Wat is papa nou aan het doen? Is die olie in je haar aan het doen? En het is altijd leuk om mee te spelen, hè? Lotion. Lotion. Ja, dat dus. Kijk, Alira. Alira. Hi. Hi, wat ben je knap. Alira. Boep, boep. Ja, zo knap. Maar goed. Ze is dus vroeg wakker weer. Dus dat geven we weer fijn ook even door aan de opvang. Maar ze is hartstikke blij en vrolijk. Ja! Dus dat is heel positief. Dus ik ben benieuwd hoe vandaag gaat. Ik ga nu gauw mijn jas aandoen. Mijn spullen zijn al klaar. En dan ga ik gauw naar mijn fiets. Oh, je bent zo schattig. Kijk nou. Ja, je bent zo schattig. Waarom ben je nou zo lief? Alira. Hey, biep biep. Ze is zo cute. Nou, ik zie jullie aan het einde van de dag weer. Ik ga gauw naar werk. Ik ben weer thuis na een lange werkdag. En don't judge me, maar ja, ik heb mijn kerstpyjama weer aan. Toen ik thuis kwam heb ik even fijn met de Alira gespeeld. Maar die was vroeg wakker vanmiddag bij de opvang. Dus die moesten we op tijd op bed leggen. We wilden eigenlijk nog even douchen met hem, maar dat werd ook alweer te laat. Dus ik ben zelf even gaan douchen. En we zijn nu net klaar met eten. En ik dacht, ik ga even vertellen hoe mijn dag verlopen is. Want ik ben eigenlijk best wel trots op qua eten en drinken. Maar laat ik eerst heel veel anders beginnen. Ik had het zowaar vanmorgen even druk. Tot 10:30, 11:00. Daar niet van. Maar
dat ik echt constant bezig was. Want mijn collega die was vandaag dus nog niet op werk. Dus ik was alleen. En ik moest dus wat mensen terugbellen. We werden gebeld. We hebben altijd een dagstart. En ik had het best wel opeens even druk. Dat ik om 10:30 of 11:00 dacht van zo, poepoe. Maar goed, daarna kakte het in. Had ik wel hier en daar gewoon een belletje. Maar toen werd het gewoon heel erg rustig weer. En zeker aan het einde van de dag, dan duurt het toch best wel heel erg lang. Na de lunch kak ik er nog altijd heel erg in. Ik was nu om 1:00 terug van lunch. En dan duurt het best wel lang tot 5:00. Maar goed, ik heb het overleefd. Tweede, wat ik dus al zei qua eten en drinken, ben ik best wel trots hoe het nu gaat eigenlijk. Vanmorgen heb ik een koffie gehaald bij de Starbucks. Ik mag het van mezelf 1 à misschien 2 keer doen in de week. En ik heb, even denken hoor, toen ik uiteindelijk klaar was dus met die drukke periode, om 11:00 ongeveer heb ik een mandarijn op. Maar het stomme is, en ik weet niet of dat normaal is, of mensen dat herkennen, maar zodra ik eenmaal ga eten, heb ik daarna steeds sneller honger. Super irritant, want het ging op zich best oké tot 11:00. En toen had ik enigszins wel wat zin in eten. Dus ik dacht, nou, ik ga mijn mandarijn eten, dat mag ondertussen wel. Maar daarna had ik zo'n honger. En ik neem eigenlijk altijd 2 mandarijntjes mee. En een appel had ik ook mee. Maar dat ik na 1/2 uur dacht, nou, ik eet nog maar mijn andere mandarijn ook op. Honger bleef. We hadden nog bolletjes over hier thuis van de soep van... van het weekend geloof ik, weet niet meer. Pardon. En ik dacht, ik had dus 3 bolletjes mee. Want bolletjes, vult wat minder voor mij. Er is meer lucht in, bla bla bla. Hoe laat was dat? Ik denk 11:45. Dacht ik van, ik red het wel. Ik ga om 12:30 lunchen, red het wel tot dan. Ik had zo'n rommelende buik. Dat ik alvast een bolletje had gegeten. En toen tijdens mijn lunch, en daar ben ik heel trots op. Ik ga altijd, wij zitten op de 4e verdieping. Ik ga altijd met de lunch, met de trap, naar beneden. En een rondje wandelen nu, sinds deze week. Dus ik ben heel even daar weer gaan lopen. Ik ben naar de stad even in geweest. En na 1/2 uur was ik weer terug. En ik ga altijd met de trap weer omhoog. Dus weer terug naar de 4e verdieping. Dat heb ik gisteren gedaan, vandaag gedaan, vorige week ook een paar keer gedaan. En dat wil ik er ook echt in houden. Dat ik met de trap ga, met lunch alleen. Want 's ochtends en aan het einde van de dag heb ik nog een tas bij. En dat wordt dan, vind ik, wat zwaar om dan met de trap te gaan. Dus zolang ik het met lunch heb ik meestal 1 tas mee. Dan kan ik het prima volhouden. En verder heb ik uiteindelijk na mijn lunch, kon ik weer echt een paar uur vooruit qua eten en drinken en zo. Heb ik nog een appeltje op die ik mee had en nog 1 keer koekjes. En dan dus nu, zojuist met avondeten hadden we, we noemen het bonen aardappels zeggen we dan. We hebben witte bonen, sperziebonen. En dit keer waren het zoet aardappels, want die hadden we nog over. En dat was het. En ik moet zeggen, ik ben benieuwd hoeveel ik dan nu weeg. Morgenochtend ga ik op de weegschaal staan. Morgenochtend is woensdag. En ik wil dus 2 keer in de week wegen. Dus ik spreid het een beetje over de week. En tot nu toe ben ik niet ontevreden eigenlijk. Nu ga ik heel even op mijn laptop, want we moeten even wat voor Bol bestellen. En dan vanavond is Meredith First Sight wat weer begint. Dus dat vind ik leuk om te volgen. En dan is het weer naar bed. En morgenochtend weer repeat. Hetzelfde van vandaag, vrees ik. Goedemorgen deze morgen. Het is woensdag. Ik ben alleen op kantoor nu nog. Als het goed is komt vanmiddag een collega wel hier, maar nu ben ik alleen. Ik heb mijn eigen laptop weer meegenomen, zodat ik nu kan editen even. En ik hoop zo dat ik vandaag dat leerwerk krijg. Want ik heb gewoon zin om daaraan te beginnen, merk ik. En nu kan ik dus wat doen met editen. Maar het is gewoon nog steeds zo rustig. Dus ik verveel me gewoon nog steeds. Oké, er kwam iemand aanlopen. Dat vind ik een beetje heel erg awkward.
Dus vandaar dat ik af en toe even om me heen kijk of ik iemand zie. Want ja, ik bedoel, het is een beetje raar dat ik tegen de camera praat midden in een kantoor. Maar goed, ik ga wel zien hoe vandaag loopt. Het was weer rustig. Ik hoop dat het snel aantrekt, want ja, de dagen duren heel langzaam. Oké. Een klein tikje later. En ik kreeg net een mailtje van de studioovereenkomst. Zodat ik die MiFID kan gaan leren. Super fijn. Dus ik hoop. Ik heb hem meteen even. Ik moest hem doorzetten naar mijn werkmail. En daar mijn handtekening die ik op mijn eigen mail weer heb staan. Willen onderzetten. En dan weer terug. En bla bla bla. Heel gedoe. Maar het is gelukt. Ik heb hem getekend retour gestuurd. Dus ik hoop dat dat meteen zo meteen in gang wordt gezet. Dat ik meteen kan leren vandaag. Dat is wel super fijn. En nog heel snel, want mijn dagstart begint bijna. Ik heb me vanmorgen nog een keertje gewogen. En ik woog nu 83,4. Dus dat is een half kilo eraf. Sinds zondag? Zaterdag. Maar dan moet ik meegeven. Bij mij gaat het begin altijd snel hoor. Plus ik moest ook ongesteld worden. En ik hou altijd dan wat meer vocht vast. Of ik ben altijd iets zwaarder voordat ik ongesteld moet worden. Dus dat zal nu ook meehelpen. Maar het gaat de goede kant op. Dus ik hoop dat dat zo blijft. Oh, mijn dagstart is begonnen. Dus tot later weer. Doeg! Yay, hij staat er tussen. Dus ik kan gaan beginnen. Maar goed, ik moet eerst nog even wat klanten terugbellen. Maar kijk, hoppatee. Super nice. Er zijn er een heleboel hoofdstukken, dus ik heb weer genoeg te doen. Maar eerst nog heel even wat werk, want ik moet nog een paar klanten terugbellen. Maar dan kan ik eindelijk. Nou, wacht. Ik ga denk ik eerst, want hier staat mijn eigen laptop. Heel even nog iets editen, nu het nog rustig is. En dan kan ik dit ook vandaag nog verder gaan doen. Finally. Opeens een change of scenery. Ik ben opeens thuis. Hoe dan, zou je nu denken? Ik kreeg opeens een berichtje, of we kregen eigenlijk een berichtje, want kijk, Richard zit daar ook. Terwijl ik aan het wandelen was in mijn pauze, kreeg ik opeens een berichtje van de gastouder dat haar zelftest positief was. En toen dachten we met z'n allen natuurlijk, oh kak, want Alira is gisteren bij haar de hele dag geweest. Wij hebben natuurlijk nauw contact met Alira en Richard die is ook bij de gasthouder geweest. Heeft samen met haar de jas van Alira aan en uit gedaan, dat soort dingen. Dus we hebben gewoon contact gehad. Nu is het dus een zelftest geweest en niet een GGD-test. Pardon. Die gaat ze morgen laten doen. Maar goed, feit is dat we wel contact hebben gehad en dat deze positief was. En wat is dan dus de regel? Dat ik eigenlijk zo snel mogelijk het pand van mijn werk moest verlaten. Nu vind ik het best wel ironisch, want ik heb dus ook gevraagd of ik dus thuis mocht werken. Mocht dus niet, bla bla bla. En nu moet ik thuis werken totdat we bericht hebben gehad over of dus dat gasthouder inderdaad wel of niet positief is. En als zij inderdaad positief blijkt, dan moeten wij Alira ook laten testen. En dan gaat Richard zich ook laten testen. Maar dat is dan dus na 5 dagen na contact. Dus dat is zondag. Wat betekent dat ik eigenlijk dus, nou ja, nu de rest van vanmiddag, want het is nu 3 uur. Ik ben dus iets na 2:30 ben ik weggegaan. Na mijn pauze meteen dat in gang gezet. En morgen en vrijdag zit ik dus als het goed is ook thuis. Maar goed, nu wil eigenlijk dus het feit dat ik niet hier kan werken, want Richard die werkt daar. Maar als wij moeten afwachten of een test positief is of niet, mogen wij, of mag ik dus, ook niet naar mijn moeder gaan om te werken. Dus ik werk gewoon hier en Richard die gaat, wanneer hij een meeting heeft, naar de slaapkamer. Ik blijf hier, zo redden we het wel. Alira kan dus ook niet naar de opvang morgen, dus Richard die gaat morgen vrij nemen in plaats van dat hij normaal vrijdag vrij is. Mijn moeder heeft wel aangegeven dat ze op zich wel Alira wil houden. Nou weet ik niet wat daar de regels voor zijn, maar we kwamen er nu pas achter. Dus het kwaad is dan toch ook al geschied. Dus Alira blijft nu wel daar. En dan kon ze vrijdag wel oppassen, maar dat is dus ook een beetje afhankelijk van de testuitslag van de gastouder. Dus geen idee hoe we dat verder gaan doen. Maar in ieder geval, feit is, ik ben nu thuis. Ik ben
op mijn laptop hier aan het werk. Ik ben meteen weer ingelogd. En nou werken we wel een half uurtje langer. Eigenlijk zou ik tot 5 uur werken. Maar omdat mijn collega net al voor mij moest invallen, omdat ik dus eerst even naar huis moest. En hij het eigenlijk van mij zou overnemen van 5 tot 6. En ik nu dus al thuis ben, ga ik dus toch tot 6:30 door. Maar ja, maakt mij voor nu niet uit. Ik ben toch al thuis. Dus dan ben ik alsnog veel eerder weer thuis en klaar en alles dan, of vrij kan ik anders eigenlijk zeggen, dan ik normaal eigenlijk zou hebben. Dus ja, geluk bij een ongeluk dat ik toch thuis mag werken nu, dat ik toch lekker thuis ben. Heerlijk, ik vind het niet erg. Ik hou er wel van. Ik had het natuurlijk gevraagd. De omstandigheden zijn natuurlijk niet leuk, dat daar gelaten, maar hopelijk valt het positief of dus eigenlijk negatief uit, zeg maar, voor de gasthouden en valt het allemaal mee. Maar we gaan het meemaken, dat is een kwestie van afwachten en meer kunnen we niet doen. En tada, opgeruimd, 5:30, klaar met werken, laptop uit, laptop dicht, opruimen, klaar. En ik ben gewoon klaar. Ik hoef niet meer naar huis nog. Ruim een uur. Ik hoef niet meer snel, flink door te lopen naar de trein. Echt. Ja, ik vind het wel heel erg fijn. Maar ja, waarschijnlijk gaat het natuurlijk bijna nooit meer gebeuren. Excuus voor mijn mooie onderkin. Want ja, ik heb dus gewoon de pech. Dat, oh, ik doe het licht aan, maar ook eruit. Ik heb dus gewoon de pech dat ze me per se op kantoor willen hebben dus. Maar goed, het is niet anders. Dan geniet ik maar van de tijd en dagen nu dat het nu wel gaat gebeuren. Want volgende week is het weer anders. Nu is Richard Alira ophalen. En misschien kan ik dat wel even toevoegen als ik het niet vergeet hoor. Maar we kregen een appje van mijn moeder met een foto of een paar foto's. Schijnbaar had Salera heel even bij haar in de box gezet. Want ik denk dat ze dus iets met Saga moest gaan doen. Had Salera even in de box gezet. Had Alira zich vanuit zichzelf opgetrokken tot staan. Dus gewoon de boksrand vastgepakt en was gaan staan. Mijn moeder zei wel dat ze wat wiebelde op haar beentjes. Maar gewoon dus voor het eerst dat ze zich optrok tot staan. Natuurlijk doet ze dat precies weer wanneer ze niet thuis is. Ik kan even kijken of ik nu een foto kan toevoegen. Want dat deed ze dus weer, nou ja, bij oma thuis in plaats van hier. Maar ja, hier heeft ze wat minder plekken misschien nog om zich aan op te trekken. Wat ben je aan het doen, bootje? Oh, aan het spelen, gewoon goed zo. Ze heeft hier natuurlijk iets minder plekken waar ze zich aan op kan trekken. Ja, ze kan bij de tafel erbij, denk ik. Maar dat heeft ze denk ik nog niet helemaal door. Of met haar babywalker, met dat speelgoed. En dan is natuurlijk de box veel makkelijker. Dus ik vraag me af of ze dat binnenkort ook misschien in bed gaat doen. Maar nu zat, ik denk dat mijn moeder haar zittend in de box neer had gezet. Een beetje bij de rand, zodat ze dus ook bij de rand kwam al. En zich toen daarom dus optrok aan het bed, of aan de boxrand. Maar dan vraag ik me dus af of ze dat dan hier ook vaker gaat doen. En echt, ze gaat zo snel. Het is echt zo leuk om mee te maken. Ook wel weer een beetje zingt, ah, mijn kleine meisje wordt groot. Maar ik vind het fantastisch hoe meer interactie ze toont. En dat ze zoveel aan het doen is. En ja, ik vind het prachtig. Dus van mij mag ze zich lekker doorontwikkelen, zeg maar. En ondertussen even oplader aan het zoeken van de camera. Of de batterij van de camera. Want toen ik vanmorgen aan het filmen was op kantoor, was hij bijna leeg. Dus even de extra batterijen in het stroom doen. En dan ga ik even, terwijl ik nu al thuis ben natuurlijk. En ik nu dus even niks te doen heb. Ik ga zo meteen met de leren douchen als zij weer terug zijn. En zelf dan ook even douchen. En Richard die heeft hier al enige voorbereidingen getroffen voor het eten. Wat eten we vandaag? We eten vandaag, ja, niet uitspreekbaar. Dat dus. Het moet dus in de oven.
En ik zei tegen Richard, ja, als jij het wel voor elkaar krijgt om dingen te snijden, dan kan ik wel even kijken of ik verder kan. Dus gaan we even kijken of ik dat voor elkaar krijg. Het is een ovenschotel, dus als ik hem nou zover afkrijg dat hij alleen nog maar de oven in hoeft zometeen, dan is mijn plan geslaagd. Dus let's go. Goeiemorgen, deze morgen. Goedemorgen. Oh, goedemorgen. Ik was met de leren bezig. Goedemorgen. Nee, ze heeft een broodje in de mond. Mag ik niet praten? Oh, nee, niet praten met je vrouw mond, hè. Het is donderdag. Sorry voor dit echt slecht licht. Maar dit is echt verschrikkelijk licht hier op de eetkamertafel. Donderdag dus vandaag. En wat een heerlijkheid dat ik zo verschrikkelijk rustig aan kan doen. Want het is nu 7:45. Normaal zou ik dus nu weg zijn. Omdat ik dan de trein moet halen. En nu konden we gewoon uitslapen. We moesten haar wakker maken om 6:45 of 6:50 was het. Want ze was weer wezen spoken vannacht om 5:00. Ze zit heel erg in de sprong nu. En ik vraag me af of ze ook nou in de slaapregressie zit. Ik weet daarbij niet. Ben ik vergeten, moeten wij nou corrigeren qua leeftijd wat betreft de slaapregressies? We moeten dus wel corrigeren qua sprongen. Dus ik denk het wel. En dan zit ze denk ik nu niet in de slaapregressie. Maar ben je nou weer aan het poepen? Ja. Jongen, jongen. Wat wou ik zeggen? Ze zit wel heel erg in de sprong nu. En dat merken we met slapen 's nachts. Op zich overdag valt het mee, Ries? Wat? Ja hoor, overdag gaat het prima. Al wil ze heel soms 's ochtends even niet lekker slapen. Overdag gaat... Zo, proost hè? Ja. Overdag gaat het op zich oké. Okay, alleen 's nachts is gewoon heel vroeg. Om 5:00 begint ze dan met spoken. En dan gaat ze gewoon echt even tekeer. Dan valt ze zelf weer in slaap. Maar ze is wel vroeg wakker dan, zeg maar. En nu moest ze dus wakker maken om 7:50. Want ik vind het dan wel belangrijk dat we wel gewoon het normale ritme aanhouden. Dus gewoon normaal tijdstip opstaan. Maar we kunnen dus gewoon rustig aandoen. Oh, en ik heb haar weer trouwens even gewogen. Want we hadden haar dus zondag gewogen bij mijn broertje. En toen kwamen we erachter dat ze wel iets was afgevallen. En nu woog ze weer ietsje minder. Het is maar 20 gram, maar wel iets minder weer dan zondag. Dus we moeten goed even in de gaten houden dat ze niet verder echt afvalt. En dat ze echt genoeg eet op een dag. Dus we hebben nu heel even een dubbele boterham wat we er nu geven. Ze hadden normaal 's ochtends maar één broodje geven. Even kijken hoe dat gaat. Ze is vandaag dus thuis. Richard die is vandaag vrij. Omdat we dus thuis moeten zitten. Omdat de gasthouder zich moet laten testen. Werk ik dus thuis. Richard heeft vrijgenomen. En die zorgt dus voor leren vandaag. Want we zijn met z'n allen thuis. Dus ik vind het wel fijn. Want dat betekent dat ik niet zo hoef te haasten. Ik kan gewoon een keertje ook werken in mijn joggingbroek. Heerlijk. Goed, ik ga nog even verder met broodje eten en dan gaan we klaarmaken om te werken. Stappen? Ja! Ja, die wil alleen maar met de knopjes. Goed zo! Ga zo, hè? De knopjes zijn veel leuker natuurlijk. Ja, de knopjes zijn veel te interessant. En hij heeft het opeten. Ja, goed. Ja! Oh, ja! Oh, wauw! Goed zo! Stap je bij? Yay! Goed gedaan! Doep! Ja! Goed zo! Vind je zo leuk? Gaat hij er nou vandoor? We waren jullie zo leuk samen aan het spelen. Bo! Waar ben je? Oh, daar helemaal. Nou, dat vond ze jammer, Bootje. Ja! Ging hij er vandoor? We waren jullie zo leuk samen aan het spelen. Hé,
Dat is nou jammer, hè? Ja! Kom maar. Goed zo! Oh. Gaan we even je haar doen? Wauw. Kijk eens serieus. Ben je boos? Oké, ga er vandoor. Dag. 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 Oh, dat gaat een heleboel geluid maken vandaag, je shirt. Dag. Het is ondertussen 11:15 en ik zit op Richard's plek. Richard is nu natuurlijk niet aan het werk, dus hij zei, hey, zal ik mijn werkplek inrichten voor jou? We hebben al de dagstart gehad en kijk, je ziet de leren daar weg gaan. Zij heeft al geslapen wel een keer en ze wilde niet slapen. Uiteindelijk sliep ze pas om 10:15, denk ik, zoiets. Zoiets, want ze wilde niet slapen. Maar goed, dat is allemaal met die sprong. Komt wel goed. En zometeen gaat ze na de lunch gewoon lekker weer op bed. Nou, mijn eerste paar belletjes heb ik al gehad. En ik had een klant aan de lijn die maar bleef klagen. Dus toen dacht ik, op de vroege ochtend. Maar goed, dat heb ik overleefd. En ik ben ondertussen, ik heb een vlog geëdit hiernaast. En ik heb nu mijn leren aanstaan, de Mifit, dus hier aanstaan. En ga ik weer even leren. Zometeen gaan we lekker lunchen met z'n allen. En ik merkte, op een gegeven moment kreeg ik wat honger. Of nou, ik kreeg lekkere trek. En ik had nog geen honger, maar ik kreeg lekkere trek. En toen kwam ik er dus wel achter van, oh, als je dan thuis zit, wordt het zoveel makkelijker om dan gewoon even iets te grijpen, weet je wel. En als ik op kantoor ben, heb ik daar natuurlijk geen last van. Want dan eet ik wat ik mee heb. En eet ik een stuk fruit 's ochtends. En dan ga ik lunchen. Maar nu dacht ik, ja, die chocolaatjes staan daar. Of ja, dit staat daar. Dus dat kan ik gewoon pakken. En dan merk ik dat het lastig is om te denken, nee, ik doe het niet. Dat heb ik wel gedaan trouwens. Ik deed het niet. Ik heb het niet gedaan. Ik heb net een mega grote appel op. Die Richard even heel lief voor me heeft gesneden. Maar ik heb niet iets extra's gepakt. En dat is een dingetje dus nu met thuiswerken. Dat je makkelijker gewoon even wat te eten of te drinken pakt. Terwijl dat natuurlijk niet de bedoeling is. Want ik probeer dus gewoon af te vallen en het netjes te doen. Dus het is gelukt dat ik het niet heb gedaan, zeg maar. Ik heb gewoon braaf mijn water gedronken. Denk ik heb honger. Even de slok water nemen. Want vaak is dus honger is ook dorst eigenlijk. Dus dat, daar ben ik wel trots op eigenlijk dat ik dat niet heb gedaan. Normaal gesproken ga ik met lunch natuurlijk vanuit kantoor ga ik dan een rondje wandelen. Maar ja, we mogen nu eigenlijk de deur niet uit. Dus dat wordt zometeen niet. Ik blijf gewoon hier. Ja. Dus ik vind het wel fijn zo thuis. Alleen je komt wel inderdaad ergens achter bij bepaalde dingen. Wat ik dus zei, vooral dat eten. En Alira en Richard die lopen hier rond. Dus je bent toch wel afgeleid. Dus stel dat het inderdaad uiteindelijk uitpakt dat ik meer thuis mag gaan werken. Dan moet ik wel echt naar mijn moeder toe hoor. Om wel weg te zijn van hier. Maar goed, we doen het nu met gewoon met wat we nu hebben. Oh, camera gespot. Ik ben klaar met werken. Het is echt heerlijk. 6:30. Lijn dicht. Laptop uit. Klaar. En ik ben gewoon thuis. Je zit bijna met je voet in de waterbak. Ik ga even iets naar voren trekken. Hey, day! Ja, wat deed ze nou, hè? Ja, ik ging even naar voren halen. Want je zat bijna met je voet in de waterbak van de poesen. Oh, daar komt ze, hoor. Wat doe je? Ze is een beetje overprikkeld, of ze is te moe en daardoor heel erg druk. Want ze heeft natuurlijk vanmiddag amper geslapen. Ja, je zit een beetje dichtbij. Ik kan niet verder naar achter, want ik zit tegen de bank aan. Dat ik weet niet. Is dat een babyding of is dat een prematuur ding? Baby dat ding. Ze, ja, is dat een baby ding? Ja, dat is een baby ding, hoor.
Ja, is het een baby? En ze zit zoveel te kletsen. Hè? Wat ben je allemaal aan het vertellen dan? Ja? Nee, ze heeft dus vanmiddag amper geslapen. En het is nu dus 6:30. En dat betekent dat ze echt binnen een uur al op bed gaat liggen zometeen. En ze gaat er nu dus vanmiddag dan op tijd of vanavond op tijd op bed leggen. Omdat ze dus vanmiddag amper heeft geslapen. Maar ze is nu dus een beetje toch denk ik oververmoeid. En daar wordt ze dan heel druk van. Ja. Ja. Ik moest net een klant bellen. En die woont gewoon in Curaçao. Ja, ben ik gewoon echt jaloers. Ik wil zo graag op vakantie. Hè, dat ik echt meteen ook denk, weet je wat? Ik wil gewoon even een midweekje weg. Gaan we een landelhuis zoeken of zo. Ik wil gewoon alleen omdat ik dan het gevoel heb dat ik zo graag weg wil. Wat is er allemaal? Ja, wat... Wie is die knapperd dan? Ben je zo lekker veel aan het praten? Ja. Ja, hier, ja, over mijn benen heen kruipen, dat kan. Moet je wel een beetje moeite voor doen. Echt zo lekker aan het klimmen, klauteren, kletsen, alles hè. Ja, maar oh ja, wat ik aan het zeggen was, dan wil ik zo graag ook op vakantie. En daar ben ik ook gewoon wel naar aan toe. Dan denk ik van, weet je, ik ga gewoon kijken of we een midweekje ergens een landenhuis kunnen vinden of zo. Dat kost niet eens €200. Maar ja, aan de andere kant, we kunnen nu helemaal niks natuurlijk. Volgende week is weer een persconferentie, maar ik verwacht niet dat er dingen verder open gaan. Dus laten we dat maar niet doen, zonder van het geld. Maar ik heb er dan wel heel erg zin in eigenlijk. Nu ga ik heel veel spelen nog met deze jonge dame die druk aan het... ja, kun je wat aan doen is allemaal? Ja, vertel het maar. En Richard die is daar aan het koken. Heerlijk hè, wie van jullie is ook een man die kookt? Ja, is fijn. Ga je dat ook laten doen? Ook een man zoeken die kookt? Of vrouw, dat mag ook hoor. Ja. Nee, mama. Je moet zeggen mama. Nee, mama. Ja. Is dit je eerste woordje? Ja. Goed, wij gaan even lekker spelen en dan... gaat zij naar bed en gaan wij lekker eten. Terwijl ik bijna mijn bed in ging, realiseerde ik me maar... Wacht even, het is donderdag. Ik moet nog een beetje wennen, merk ik, aan het 2 vlogs in een week. En dus hem op donderdag moeten afsluiten. Want ik dook dus bijna mijn bed in en dacht... Oh ja, ik moet nog even de vlog afsluiten voor deze keer. Dus dat kom ik nog heel even gauw doen. Wij gaan lekker gauw slapen. Morgen nog een halve werkdag voor mij. En dan is het weekend, dus dat is super fijn. Dankjewel weer voor het kijken naar deze vlog. En ik zie jullie heel graag weer met de volgende. Doeg!